Daar was het gevoel. Iedereen van harte welkom. Het is nou ontzettend spannend. Die andere keren was het voor de kinderen toch nog een beetje natte vingerwerk, wil ik niet zeggen. Maar nu is het natte hoofdenwerk. Je kunt het bij verschillende kinderen zien te staan, te bibberen en te rillen. Ze zijn druk, ze rennen op en neer, want ze weten niet precies hoe dat ze moeten staan en moeten gaan zitten. Maar dat geeft ook niks. Het gebeurt niet elke dag natuurlijk dat ze voor zo'n zaal en zeker hun ouders moeten laten zien wat ze de laatste weken, de laatste maanden eigenlijk geleerd hebben. En dat is niet niks eigenlijk. Het programma van vanavond, dat is uitgebreider dan andere jaren, omdat we alle kinderen een flinke rol wilden geven dat ze eigenlijk, dat ze allemaal goed te zien zouden zijn. Daarom hebben we twee sketches, een toneelstuk en een musical. We beginnen met een sketch en een toneelstuk, dan is er pauze. En dat is voor iedereen belangrijk om te weten waar je dan de koffie moet vinden. Dat is aan die kant en dat is aan die kant door die deur erachter. Als u wilt roken, dan is dat prima, maar dan het liefste buiten de deur en onder de pauze. Want anders dan gaat het hier een beetje vol hangen, denk ik. En dat is niet de bedoeling. De sketch waar ze direct mee beginnen, die heet De Nek. En dat houdt dan verband met een stijve nek. Waar dat allemaal op uitdraait, dat zult u wel zien. Kijk, hè? Valt toch mee? Het belooft namelijk dat ik net zo lang zou praten tot ze er waren. Dus wat dat betreft kan ik nu ophouden. En kunnen ze hierachter beginnen. Allemaal een heel prettige avond. Ik ben dik. Laat die jongen het doen. Dan zal je ooit staan.
Ik zag uit de verte wat er allemaal gebeurde. Hij wou weglopen, maar ik stak mijn lange lat dwars over de weg en toen kon hij er niet meer door. Wat gedaan, beste kerel? Ben jij weer weg? De gevangenis er! Genade, genade! Vergeet je stok niet, agent. Wat een vreemd gevoel. Net of ik een stuipe nek krijg.